Ze komt uit Beneden-Leeuwen, ze is diëtiste en ze verkocht al ruim 150.000 boeken over haar eetprogramma. En onlangs verscheen haar vierde boek, Grip op koolhydraten. Haar naam is Yvonne Lemmers. Grip op koolhydraten is een andere manier van eten, waardoor je dus lekker eet, geen honger hebt en waar je mee kunt afvallen, maar waar je ook mee daarna op gewicht kunt blijven en gewoon energiek. En het is een bepaalde manier van eten. Je kunt het niet zeggen het is een dieet, want het heeft geen begin en eind. Het is een andere manier van eten wat je gewoon heel lang vol kunt houden. En ja, je hebt gehoord, het kan gewoon een levenspatroon worden van mensen. Qua biologie klopt het allemaal. De biologische wetten kloppen. Je hebt minder insuline maakt het lichaam aan. Je komt in een vetverbranding. Je krijgt er energie van. En dat is eigenlijk wat klopt. En doordat je dus verzadigd raakt, hoef je niet veel te eten en val je als vanzelf af. Gokkers zijn mensen die mijn programma volgen. En mijn programma is Grip op koolhydraten en dat staat dus van GOK, gokkers. Dat zijn mensen die gewoon helemaal blij ervan geworden zijn en een ander figuur gekregen, een ander leven, energiek. En die gewoon die het ook heel leuk vinden om hier elkaar te ontmoeten, want velen kennen elkaar via een forum, Facebook. En de gokkers, het is een beetje een hele leuke groep met elkaar geworden. Nou, het koolhydratenuurtje is de troef van het programma. En dat is juist, we weten inmiddels dat koolhydraten de vetmakers zijn. Koolhydraatarm, alleen maar koolhydraatarm eten is voor iedereen moeilijk. Door dat koolhydratenuurtje kun je dat heel lang volhouden. En in dat koolhydratenuurtje mag je toch koolhydraatrijk eten. Maar dan wel in combinatie met een stukje vlees en wat groenten. En daarnaast, die koolhydraten die je dan eet, is een stukje fruit. En dan nog bijvoorbeeld aardappels of wat frietjes of wat rijst. Dus op die manier kun je dus gewoon ook dagelijks je koolhydraten eten.